Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken heeft op maandag 11 januari 2021 de foto-onthulling gedaan van de gewezen ministers op dit departement. Oud-minister Cyril Ramkisoor was ook aanwezig bij dit heugelijk feit. Hoewel het ministerie ouder is, is gekozen om bewindslieden vanaf 1975 mee te nemen bij de fotopresentatie. Het is voor mij een groot genoegen om door de minister uitgenodigd te worden ter gelegenheid van deze dag, om de onthulling van de foto's van de gewezen ministers van Openbare Werken. Ik ben blij hier weer in mijn eigen huis weer te zijn, waar ik ongeveer 30 jaar heb doorgebracht. En dus ik ken die hele geschiedenis vanaf de brand van ons ministerie aan de waterkant tot heden. Minister, ik ben blij dat u als vakman, dat u benoemd bent geworden tot minister van dit ministerie. Want we hebben een vakman nodig. Ja. En ik heb u gevolgd op de televisie dat u zeer efficiënt, zeer mobiel bent en de problemen zelf gaat zien met uw eigen ogen, waardoor u betere beslissingen kunt nemen. En ik ben ervan overtuigd dat u op de goede weg bent. Gaat u zo door. In het belang van Openbare Werken en in het belang van ons land Suriname. Ik heb in die periode bijzonder prettig gewerkt. Ik heb snelle promoties gemaakt toen. Dankbaar aan de leiding van het ministerie toen. Ik heb zelf een studieopdracht gehad na die brug opgeleverd was. Vonden dat het werk goed verricht was en op tijd. En ik kreeg een studieopdracht om naar Amerika te gaan om verder te gaan studeren. En specifiek in de gezondheidstechniek. En daar heb ik op de Universiteit van Oklahoma. Ik had een opleiding van 2 jaar en dan was ik in 1,5 jaar al klaar. En toen heeft men gezegd, meneer, u gaat nog niet terug naar Suriname. U heeft nog 1,5 jaar, ze hebben een budget nog voor 1,5 jaar. Dus u gaat wat stages lopen, wat ervaring opdoen. En zo heb ik zo heel Amerika doorkruist. En ik zal u zeggen, ik ben elke avond gekluist aan de televisie om te kijken hoe die politieke ontwikkelingen daar plaatsvinden. Er is een deel van mij ligt daar. Dus ik ben geïnteresseerd in dat land. Maar goed, toen ben ik teruggekomen en afgestudeerd in het bijzonder in afdeling watervoorziening. En ik ben belast hier geworden met de drinkwatervoorziening voor heel Suriname. Want u weet wel, toen had men watervoorziening in Paramaribo tot bepaalde strekking in de wegen Nikeri had en Albina en Meerzorg, maar de rest van het land had niet. Toen zijn wij begonnen met een boorprogramma, speciaal daarvoor naar Amerika gegaan om een boormachine te kopen. Dat is ook gebeurd en met die boormachine heb ik jaren zelf achter de machine gestaan en naar bronnen geboord. Kwarasan, in Groningen, Nikeri, overal. Maar goed, minister heeft een zware taak. Maar u bent op de goede weg. U heeft een goede medewerkers. Een aantal van ze ken ik zelf ook. Ik heb ook met ze gewerkt. En gaat u zo voort. En ik ben ervan overtuigd dat het u zeker gaat lukken. Je bent jong, ja, dynamisch en dat is erg belangrijk in deze tijd. Want de problemen zijn niet mals, dat kan ik wel zeggen. Maar ik hoop dat u, uw medewerkers, directeuren, onderdirecteuren en afdelingshoofden en het personeel, dat u allemaal de medewerking verleent aan deze minister
is in het belang niet van de minister alleen, maar ook in het belang van het land. En in het belang van ons allemaal. Ik dank u. Bedankt dat iedereen aanwezig kan zijn. In het bijzonder een der vertegenwoordigers van de gewezen ministers, meneer Cyril Ramkisoor. Laat me gelijk zeggen dat vanwege COVID-omstandigheden we niet iedereen kunnen uitnodigen. En we zochten voor vandaag de minister die nog in leven is. Het is ons niet helemaal gelukt. Dus de eerste persoon die we bereid hebben kunnen vinden is in het geval meneer Ramkisoor. En daarom is hij in die hoedanigheid hier. Maar goed, ik schrok eigenlijk ook van de geschiedenis van het ministerie van Openbare Werken, want het ministerie heeft een lange geschiedenis. Uit de documenten blijkt hier dat in feite vanaf 1855 men al bezig was met initiatieven op het gebied van openbare werken. En het heette toen, het was ingesteld door de gouverneur Charles Pierre in een resolutie. En dat heette toen het bouwdepartement. Want natuurlijk heeft men altijd gebouwd in een land. En men probeerde vanaf toen 1855 het te regelen bij wet. En het was toen dus een resolutie. En het hoofd van het bouwdepartement, daarvoor was aangewezen ingenieur. Zo staat het ook. En dat is belangrijk, want dat is de traditie geweest bij openbare werken, et cetera. En als we verder gaan in de geschiedenis, dan zien we dat in 1912... het bouwdepartement weer kwam op de agenda. En dit was leuk. Het bouwdepartement voor vaartuigen onder andere. Maar ook voor spoorwegen. Dat is bijzonder. En spoorwegen kennen we niet in onze organogram. Maar misschien moeten we het weer zetten. Want toen hadden we die spoorwegen inderdaad. Toch? Het was toen belangrijk. En ik hoorde in de woorden van meneer Ramkisoor zo dat hij in zijn studie dat ook deed of bezig hield. Hij heeft de term spoorwegen ook gebruikt zo net in zijn dingen. Dus zo ziet u wat de geschiedenis was en wat het vandaag geworden is. En uiteindelijk 31 mei 1912 werd het departement openbare werken en verkeer geïntroduceerd. Zo is die naam uiteindelijk gekomen. En we zien hier in de geschiedenis dat in 1920 je de opsplitsing kreeg openbare werken, één departement en een tweede departement verkeer en water. Dat is eigenlijk kort die geschiedenis geweest van het ministerie. En in 1974, zoals meneer Ramkisoor zei, lees ik uit de documenten, aan de Kleine Waterstraat was het ministerie van openbare werken toen gehuisvest. En uiteindelijk in 1982, als de documenten goed zijn, 1982 is iedereen naar hier verhuisd. En werd dit gebouw nieuw opgeleverd. Dus als het goed is, vanaf 1982 heeft het ministerie van openbare werken met zijn personeel hier intrek genomen. Dus dat is een aardige geschiedenis. Ik denk, meneer Pengel, dat we dit ook even moeten vastleggen in een poster en hier kunnen plakken op de muur. En wat hebben we gehad in die jaren? In feite hebben wij inderdaad besloten vanaf 1975 te kijken wie waren de gewezen ministers. En we zien vanaf 1975 tot heden dat je dus ongeveer 45 jaar hebt en ongeveer 20 ministers. Toch? Je gaat vragen waar is mijn foto? Ik heb die in mijn kamer opgehangen. Dus wanneer ik er niet ben, dan zorgen jullie ervoor dat die geplaatst wordt. Oké, maar ik heb hem ready gezet. Hij is al gemaakt. Maar je hebt dus 20 ministers. En als ik gewoon uitga van een verkiezingscyclus van 5 jaren, dan zou je eigenlijk theoretisch 9 ministers moeten hebben. Dus iets is hier niet goed gegaan. Goed, ik ga afsluiten. Laat me zeggen dat ik al die gewezen ministers, er zijn zeker 20 van ze hier, moet bedanken voor het werk dat ze hebben gedaan afgelopen jaren. Iets viel mij wel op, meneer Pengel, dat er geen enkel vrouw hier is geweest. Dus misschien een oproep aan de politiek om de volgende keer te kijken naar vrouwelijke ministers, voordrachten voor vrouwelijke ministers. Toch, op andere ministeries hebben we dat gezien. En geloof maar, zijn ingenieurs, doctorandussen, meesters, die vrouwen zijn. Dus dat kan wel. Toch, dus een oproep aan de vrouwen om misschien harder te gaan werken op dit vakgebied. Ik ga
tenslotte, want je hebt het niet gedaan door meneer Pengel. Ik wil tenslotte alle namen voor de formaliteit oplezen. Geen jaartallen. En daarmee ga ik afronden. En dan bedank ik jullie voor de aanwezigheid. En dan gaat meneer Pengel overnemen. Maar laat me de namen oplezen en u ziet de foto's. En daarna zal meneer Pengel de opening daarvan overnemen. We hebben gehad afgelopen jaren vanaf 1973 meneer Karabatali, meneer Ataula, meneer Shin Yu, meneer Chonky Sim, meneer Abdul. Deze persoon ga jullie kennen, was niet lang terug directeur van NH. Meneer Ramki Soor is aanwezig, meneer Wolfram, meneer Yanki Prasad Singh, meneer Boksteen, meneer Ranjit Singh, ook bekend van het parlement, meneer Kallu, meneer Mangal, meneer Balisser, meneer Kanhai, meneer Abrahams, meneer Parmisser, die zit nu in het parlement, meneer Wolf, meneer Miranda, meneer Pengel en meneer Chotkan. Dat zijn de gewezen ministers geweest. Alsjeblieft, meneer Pengel.